Wij zijn Stichting Steun Ethiopische Vrouwen. En wij zijn 5 medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. En we gaan naar Ethiopië toe om daar de moedersterfte en de kindersterfte te verlagen. We nemen heel veel spullen mee naar Ethiopië in grote tassen. Waaronder rompertjes en medicatie. Wat we meenemen naar Soddo, onder andere navelklemmen, lesmateriaal wat we voorbereid hebben, de houten toeten waarmee ze naar het hartje van de baby kunnen luisteren. Vroedvrouwen kunnen daar geen bloed op meten, dus ze gaan het leren aan hun. En dan krijgen ze na de les krijgen ze het allemaal mee naar huis. Ja. Hier nog even. Ja? Naast heel veel volle tassen met spullen, nemen ook geld mee. We hadden een streefbedrag van 10.000 euro, maar door heel veel acties van de kraamafdeling, particuliere donaties en uiteindelijk voor 2 weken geleden een groot benefietconcert, hebben wij 30.000 euro bij elkaar kunnen sparen en dat kunnen we heel goed besteden in Ethiopië. In Nederland sterven heel weinig moeders en heel weinig kinderen en daar is het aantal zo ontzettend hoog, schrijnend. En we hopen dat dit hiermee te verlagen.